kwam een totaal van 5613 punten. Als u dat tenminste bijgehouden heeft, dan zijn dat 255 meer dan zijn oude record. En dan, over records gesproken, er is een Australische mevrouw die kan onwaarschijnlijk hard snel wandelen. En die mevrouw heet Carrie Saxby. En u ziet haar hier bezig. Ze doet dat op een incourant nummer, 1500 meter. En ja, de tijd zal er weinig te doen. Maar wat is nou zo speciaal, mevrouw? Dit is het 29ste wereldrecord dat zij bij elkaar loopt. En daarmee evenaart ze het record dat op naam stond van Paavo Nurmi. En die deed dat in een hele andere wereld als wij die vandaag de dag kennen. Deze mevrouw dus haar 29ste wereldrecord ooit gelopen. Weinig concurrentie, hoor. Weinig concurrentie, inderdaad. Op de 1500 meter snel wandelen. We zijn er doorheen voor wat betreft de uitzending van Studio Sport van vandaag. Zondag 20 januari 1991. U heeft alleen nog de toto te goed. 2-1-3. 3-2-3-1-3, 3-1-2-1. En de totogelijk van vandaag is 16, 18, 19, 24 en 26. De toegevoegde wedstrijd is 28. Dat was het. We waren er vandaag vanaf 10:55. En we zullen ongetwijfeld in de komende week bij u terug zijn. Rekent u niet op sport morgen en overmorgen? We weten dat nog niet zeker. Want u weet, er zijn andere dingen op de wereld die iets belangrijker zijn dan sport. Toch waren we er vandaag en we deden het graag voor u. Dankjewel, Dirk, dat je hier was. Dames en heren. Vanavond ben ik er weer op Nederland 3 met mijn programma. Om 10:45, dus ietsje later dan gewoonlijk. En het duurt ook ietsje langer dan gewoonlijk. Namelijk 40 minuten tot 11:55. Dan ben ik er met mijn programma. En natuurlijk gaat het over de oorlog. Over het beeld van de oorlog ditmaal. Ietsje anders dan u gewend bent op Nederland 3. Dus stem op mij af. Dan ben ik er weer voor u met mijn gevreesde wapen. Voor de talkshow van Ischa Meijer natuurlijk nieuws over de golfcrisis. En dan daarna het later journaal. Verder nog het nieuws voor doven om 11:45.